Een goedemiddag. U hebt weer contact gezocht met
Betty Asphalt Troost TV, of goedenavond, of goedemorgen, of goedenacht, want u kunt over de hele wereld kijken, in tegenstelling tot de NPO-programma's, want die hebben regioblokkade, dus dan kun je niet in India, Australië of Amerika kijken, maar via YouTube kan je wel overal kijken. En we zijn er minimaal hier een uur, maar we zijn ook heel flexibel, dat is ook heel fijn, dat heb je ook haast nergens. We kunnen lange gesprekken voeren, korte gesprekken voeren. We hebben geen oortje met de regisseur, zodat het gesprek afgekapt moet worden. Zoals het interessant is, dan gaan we door. Dat is ook heel modern en eigentijds. En we nemen de kranten door. We krijgen straks contact met Katinka Polderman, gaan we video bellen. We gaan met Willem Jets video bellen in Italië. Ja. We gaan met Saskia Budding bellen over de... Over de voedselbank, waar zij ook vrijwillig werkt. We nemen de kranten door. En we gaan misschien nog naar Frankrijk bellen, of niet? Misschien, ja, weet het niet. Het is dus nu de 23ste ja. december. En als jullie kijken, is misschien later, want heel veel mensen die kijken pas later, moeten we een zeggen. Een super donkere dag voor Kerstmis. Ja. Terwijl de dagen al wel aan het lengen zijn. En hebben we al de prijs gegeven, ook van gisteren. Als de dagen gaan lengen, dan gaan... Ja, dan kijken jullie mij aan. Ja. Ja. Jij bent... je moet de prijs vinden bekendmaken. Gisteren, toen was het de uitzending afgelopen voordat we daar... want we moesten die spreuk zoeken, maar die gaan we zo uitreiken. Ja, precies. En bekendmaken wie de gelukkige winnaar of winnares is. Ja, en we gaan straks overschakelen naar Margreet Dolman. Die zit hier in de kleedkamer. Want morgen dan is de vierde gestreamde voorstelling van Margreet Dolman brengt warmte. En Dominee Gremlaat wijst de weg. En tot nu toe hebben ontzettend veel mensen gekeken naar die voorstelling. Want dan ben je toch een beetje hier in ons theater, het Betty Asphalt complex. Alle mensen die echt zich verheugden op de wintervoorstelling, die hebben dan toch nog een soort troostvoorstelling. En volgend jaar, daar gaan we vanuit, dan is gewoon het theater weer open. Dan is de corona vertrokken. Dan is het ook verbouwd. Nou, dat theater zelf niet of nauwelijks, maar de fundering is hersteld. En de Eurostar die rijdt dus weer. Mensen moeten dan wel getest worden als ze uit Londen, uit Engeland naar Nederland gaan. In Amsterdam is er nu op het Centraal Station is daar een testinstallatie. Ja, hoor. Ze moeten dan toch, of ze moeten een verklaring overleggen. Ja, bij, dus, bij het inchecken denk ik in Londen. Oh, het inchecken in Londen. Duurt heel lang al daar. Altijd al moest je gecontroleerd worden. Ja. En het was echt een echte grens nog daar. Want Schengen erkende Londen niet. Toen al niet. Nee, dat is ook nog wel een punt. En wat is er verder voor nieuws nog? Verder niet eigenlijk. Hè? Nee, wij zijn rechtstreeks. De besmettingscijfers hadden niet bekendgemaakt. Jawel, 10.000 zoveel. Was wel minder. Maar het is nog steeds, het signaal is nog steeds op rood, zegt het RIVM. Maar je merkt wel dat het wat stiller is in Amsterdam in elk geval. Dat merk jij ook. Ja, zeker. En wij ook als we van huis hier naartoe lopen. Dus dat is wel, je krijgt weer een beetje de sfeer, die rustgevende sfeer van maart. Dat is bij jullie thuis misschien ook wel. Als je erop instelt en als je niet de gedachten hebt, oh wat verschrikkelijk die corona, of wat verschrikkelijk. Maar als je denkt van, ja het heeft ook wel voordelen. Dat je je kan verdiepen, maar ook dat de steden stiller zijn. Dat je je eigen stad weer terugkrijgt, of je eigen dorp weer terugkrijgt. Maastricht weer terugkrijgt. Moet ik het trouwens weer eens naar Nina Bokke bellen, ook in Maastricht. Hoe dus daarmee nog een onderwerp, ze is actief op een sportschool, daar zou ze nog een onderwerp voor aandragen. Ja. Maar daar zou ik aan nog eens even helpen herinneren. Maar sowieso is het niet leuk om tussen kerst en nieuwjaar nog even een keer met haar te bellen over de situatie in Maastricht. Ja. En misschien ligt er wel sneeuw in Maastricht. Het is ook altijd leuk om die beelden te laten Want zien. Wij blijven doorgaan ook. Hè? Ja. We hebben af en toe dan theatervoorstellingen. Maar we blijven doorgaan. En aanstaande eerste kerstdag, dus het is vrijdag, dan komt er ook een kersttoespraak van dominee Gremlaat om 2:00. Dus na prins Willem-Alexander en ook koning, naast... Koning, ja, koning inmiddels. Nou, al heel lang. En na de paus ook. Ook nog, de Urbi et Orbi, de Vaticaanstad. Mooi. En deze uitzending doen we weer op dinsdag, woensdag, dat is dus dinsdag 29 december, woensdag 30 december. En dan is er
Donderdag 31 december. Middag doen we weer voorstellingen op de dat is een matinee. De laatste voorstelling van dit jaar. Oudjaarsmiddag hebben we weer een voorstelling. Nou, wat een nieuws allemaal. Het nieuwjaar zien wat we hebben. Maar we blijven op onze post en ik krijg ook heel veel reacties van mensen uit, ook uit het buitenland, maar ook uit Nederland, dat ze het zo fijn vinden dat wij rechtstreeks blijven uitzenden. En dat we, omdat het gewoon, het is eigenlijk podcast, maar dan met beeld. Dus we nemen de tijd voor elkaar en voor jullie ook. En wat ook fijn is, dat mogen we ook wel eens zeggen, dat heel veel mensen ons steunen door een donatie te geven. En ook niet de eerste beste. Nou, net kwam er eentje van €250 in. Hè? Het is me bedankt. Wat. Bedankt. Ja, daar word je haast verlegen van. Maar dat gebeurt wel. En daardoor kunnen wij ook lekker onafhankelijk doorgaan. Want het grappige is dat al die omroepen die nu allemaal een vergunning aanvragen. Dus omroep zwart, omroep ander geluid, omroep groen rechts geloof ik, omroep dit, omroep dat. Omroep, ja. Tientallen omroepjes die vragen zendtijd aan. En dan een aantal die mogen dan doorgaan. En die gaan dan waarschijnlijk in 2022 krijgen ze zendtijd. Maar dan vallen ze onder de NPO, onder het NPO-regime. Dus onder de mediawet. Ja, onder de mediawet en onder Frans Klein, de netmanager, als hij dan nog netmanager is. En onder Julia Rijksman. En het zijn ontzettend aardige mensen. Maar zij bepalen wel wat er uitgezonden wordt. Dus als zij het iets terecht vinden, het geluid, dan gaat dat programma niet door. Of als Zwarte Piet in beeld komt, dan gaat het programma niet door. Dus die vrijheid waar je op verheugt, die heb je helemaal niet. En die hebben wij wel. Dus het is veel leuker om onafhankelijk te zijn en gesteund te worden door jullie kijkers. En je denkt van dat onafhankelijk geluid, dat moet blijven, dan dat je weer onderdeel wordt van een gesloten systeem eigenlijk. En als iets links is, komt er ook niet door. Wij zouden iets links zijn wellicht. Dan zou ook niet uitgezonden worden. Ja, maar de linkse mensen vinden ons te rechts en de rechtse mensen vinden ons te links. Ja. We hebben gewoon, we zijn onafhankelijk. Dus we hebben geproost. Ja, we hebben geproost. Proost. Thuis niet. Nee, proost op jullie thuis. Nee, niet. En neem ook een drankje. En hou vol ook, hè. En wees optimistisch. De kranten. En ik zal even nog laten zien dat ik 0.0 heb. Hier, Leffen 0.0. En die is heel lekker. En jullie brouwerij. En we krijgen van niemand geld. Wordt die niet door gesponsord, niet door eiwit, niet door de Belhamel. Pas du tout. Dat zeggen we wel, maar dan betalen we gewoon eens dat eten halen. Ja, wij zijn. Dat vinden we ook leuk. Het is alleen dat jullie ons steunen. Nog even, als mensen mailen, we sturen naar ons nu. Met toch iets, een tip voor de uitzending of een foto. Ja. Mail naar info@bettyasfalt.nl. Ja, we hebben net al een mail gehad in de chat, zag ik dat. Oh. Van Rob, die had een leuk idee om door Diergaard Blij. Dierenpark Blijgaarden. Nee, Blijdorp. Ja, nou, als iemand in Rotterdam, die woont in Rotterdam. Ja, en die gaat als hij weer open is na 19 januari, gaat hij daar doorheen lopen. Oh, leuk. Ja. Dus ik heb hij heeft gemaild. Nou, want het is überhaupt leuk als mensen ergens onderweg zijn, dus of in een auto of door een stad lopen, om dan ons te mailen en dan gaan wij rechtstreeks contact met je zoeken. Want het is altijd leuk ook als Mark naar de Dam loopt of gisteren naar het postkantoor om mee te leven met de mensen die in de rij staan voor het postkantoor, soms in de regen. Hè? En het is fijn om dat te volgen. En die telefoons die zijn zo perfect. Jij hebt ook 4K, geloof ik. Ja, voor mij is alles vanaf de iPhone 10 4K. Het wordt alleen maar beter. Ja, en dan heb je net, of vroeger Jan de Bond, beroemde cameraman, waar ik ook nog wel eens contact mee wil hebben, want daar heb ik vroeger mee gewerkt ook. Dat effect is het een beetje, dat je gewoon, en ook met die gimbal. Dat is echt een wonder. Gimbal, ja. Joepie. Ja, dat is fantastisch. Nou, nemen we de kranten door en daarna gaan we naar Katinka Polderman. Want de geboorte van haar zoon hebben we ook helemaal mee mogen maken. Dat is ook wel fijn. Ik ben benieuwd hoe het er nu mee gaat. Snelle compensatie getroffen. Ouders, kerst in eigen bubbel. Jij krijgt nu wel allemaal al de kerstkranten ook. Hè? Want de journalisten die zijn dan op vakantie. En dan worden de kranten wat van tevoren gemaakt. Net als televisieprogramma's die van tevoren gemaakt worden en niet meer actueel zijn. En de Tweede Kamer is ook op vakantie. Iedereen, want we hebben net vandaag een nieuwsbrief verstuurd. Een uur geleden.
En ja, alle automatische antwoorden stromen binnen van ik ben afwezig, ik ben afwezig, ik ben tot afwezig. Tot 4 januari, ja, tot 11 januari. Maar wij gaan door. Precies. Kijk, hier ook een totaal waanzinnig jaar. Coronaminister Hugo de Jonge blijft optimistisch met dank aan Team Thuis. Zo ziet het hier ook wel vriendelijk uit. En het lijkt mij dat hij een hele goede vrouw heeft die ook het optimisme bij hem bijbrengt en ook tegen hem zegt, je moet niet zo liegen en je moet niet Engeland afvallen. Dus als dat ze in Engeland al 500.000 mensen hebben gevaccineerd, ja, maar het is geen wedstrijd, maar het is ook, maar in Engeland, in Groot-Brittannië, is het ook helemaal geen wedstrijd, maar wil ze er gauw bij zijn, want ja, hoe eerder mensen gevaccineerd zijn, hoe eerder de vrijheid terug is en hoe minder mensen er dood neervallen. Dus het is absoluut geen wedstrijd. En ik vind het ontzettend lullig eigenlijk van Hugo de Jonge, maar we hebben het al eerder over gehad, om dan het buitenland aan te vallen, dat ze het niet zorgvuldig doen. In Duitsland doen ze het helemaal niet zorgvuldig. Daar hebben ze al die vaccinatieterreinen, centra, allemaal al klaar. In Frankrijk beginnen ze al. En dan moet je gewoon heel eerlijk zeggen tegen het publiek, wij zijn te laat. Het is zo stom. We hebben heel veel profijt van het poldermodel. Van dat het niet van bovenaf alles geregeld wordt, maar dat we overleggen. Alleen in zo'n situatie is het een enorm nadeel. Maar goed, ja, dat is nou eenmaal zo. Heine zei ook, in Nederland gebeurt alles 50 jaar later. Heine. Ja, Heine. Als ik dood ga, ga ik naar Nederland. Als ik dreig te gaan sterven, ga ik naar Nederland. Daar gebeurt alles 50 jaar later. Ja, nou, dat kun je ook googlen over. Ja. Heine, de filosoof. Hè? Maar goed, we zijn ook niet de eerste de beste. Dus dat wil ik alleen maar zeggen, dat je eerlijk moet zijn. En dat je gewoon, dat zou ik zo fijn vinden, ook voor de mensen die van plan zijn om het CDA te gaan stemmen, dat die dan weten, het wordt gewoon eerlijk gebracht. We zijn gewoon te laat met alles. Maar we bedoelen het wel goed, maar niet liegen en het buitenland belachelijk maken, dat ze de bocht afsnijden, dat ze in Engeland de bocht afsnijden. We willen niet de bocht afsnijden. Dat is volslagen belachelijk, maar daar hebben we het gisteren ook al over gehad. Maar het blijft actueel. En nog even, ik ga het even over de Brexit hebben. Voor alle vissers in Europa, in West-Europa, in Frankrijk, België, Nederland, Denemarken, het mooiste kerstcadeau, een deal in de visserij. Ik kom uit een visfamilie. Ja, mijn dat vader, is waar. Een visexportbedrijf. Ja. En tong deed hij met name, of dat werd in zijn bedrijf geëxporteerd, vanuit zijn bedrijf. Ja. En wij leefden van het, eigenlijk van de van tong. De tong. En dat was ontzettend nadeel als opeens bepaalde wateren in de Noordzee werden afgesloten. Waren ook in de 70 jaren visserijoorlogen tussen Nederland en Engeland, tussen Frankrijk en Nederland. Dus allerlei landen. En dankzij de Europa was het allemaal verleden tijd. En nu dreigt het weer terug te komen. Want als de visserij, bepaalde wateren afgesloten waren en je vader die had geen tong in het vooruitzicht, hoe leefden jullie dan in Bloemendaal? Dan moest mijn vader onze spaarboekjes naar het postkantoor brengen. Het geld, die paar gulden die erop stond, die werd dan opgenomen. Oh. En dan kon mijn vader weer iemand van het personeel betalen. Oh. En er werd de auto verkocht. Dat is ook het lot van een kleine zelfstandige. Dan moet je, een zelfstandig bedrijf, maar het was nooit een vetpot. En dan opeens moesten de salaris of belasting, wat er ook betaald worden. En dan moest, en daarna werd het geld weer terug, zoals weer wat geld binnenkomt. Dat wel. Ja, dat wel. En werd het wel in overleg met jullie gedaan? Nee, we waren minderjarig, het ging buiten ons om. Ja, ineens, maar je ziet dan je spaarbankboekje, dat er geld afgehaald is. Het ging om tientjes, het ging nou niet om een gigantisch bedrag. Maar hij kon dat er gewoon afhalen, want hij natuurlijk. Ja, wij waren minderjarig. Ja. En als het er dan weer bijgestort werd, dan zag je dan wel. Ja, en dan vroeg wel een fikse rente. Ja. en je had er geen spaarvarkentjes die kapot geslagen werden? Nee, dat niet. Nee. Maar het ging al met al om. Ja, we hadden wel 7 kinderen, dus dat was 7 keer een bepaald bedrag. Maar ik denk niet dat mijn jongste broertje daar honderden guldens had op had staan. Dus het ging, denk over het geheel, een paar honderd gulden hooguit. Maar echt schrapen? Ja, maar dat betekent ook wel hoe hoog de nood was.
Ja. Dat je net, en dat de auto werd verkocht, dan moest mijn vader met de trein naar Muiden vanuit Bloemendaal. Dat is wel 10 minuten maar. Maar het is ook een statussymbool, de auto natuurlijk. Nee, maar het is ook nodig. Ja. Die vishallen waar die in de Muiden, die lagen, nou die lagen wel vlak bij het station. Maar het was toch ook, moest je soms naar een koelhuis en dat soort dingen. Dat kon je niet allemaal lopen doen. Nee, vreselijk. En in Bloemendaal, waar allemaal rijke mensen in de omgeving zaten, die zagen dat dan. Hun stand ophouden. Maar die zagen dan dat jullie de auto verkocht hadden. Ja. Dan. En die keken ons dan, oh, ze hebben een auto moeten verkopen. Maar later, een paar maanden later, dan kwam er weer het geld binnen, dan ging het weer wat beter. En dan werd er weer een auto tweedehands gekocht. Ja, ja. En hoe leed je moeder daaronder dan? Die moest ook dan, soms had ze geen geld om. Mijn moeder hield wel van. Wat moest zij verkopen aan de strijkbout? Nee, die juwelen. Bij de beleend. Ja, beleend. Nee, voor mij. Ja, had je moeder juwelen? Geen juwelen. Of niet veel in ieder geval. Maar het kan wel eens dingen beleend werden. Gebeurde wel eens. Maar dat is ook wel leuk. In de 50, 60 jaren was dat lot van de kleine zelfstandigen. Ja. En uiteindelijk kwamen ook al betere tijden. Dan konden ze weer een. En wat ook een huurhuis worden, wel geen eigen huis. En dan was het huis lang verkocht. Ja, maar ja, nu is het eigenlijk nog hetzelfde. Dus je hebt toen al geleerd om te incasseren. Ja. Dat je spaart op je spaarbankboekje als kind. En dat het meteen afgepakt wordt en dat je moet incasseren. En nu eigenlijk met corona ook, dat ons theater dicht is. Dat je gewend bent om te incasseren. Nee, je weet dat het altijd op en neer gaat, het inkomen. Dan heb je betere dagen, betere maanden, betere jaren. En dan heb je slechte jaren of slechte dagen. Ja. Dus dat gaat altijd op en neer. Nou, goh. Dat maakt ook wel leuk. Ja. En spannend. En hij leidt er niet onder, hè. Nee. Te zien. Alles is nu verkocht. Daar komen we weer moois voor terug. Ja. Goh, nou, maar dan is het ook wel troostvol voor de mensen thuis. Die meteen al heel erg klagen dat alles afgepakt wordt. Als je ermee opgegroeid bent, dat alles afgepakt wordt. En dat je, nee, je als kleine zelfstandige. Tegenslagen incasseren. Ja. Dat is het mooie. Nederlandse soldaten doden mogelijk burgers in Uruzgan. Ja, dat niet alleen de Australiërs hebben dat gedaan, de soldaten. Maar dus ook de Nederlanders willekeurige. Ja, ik heb er wat van gemengde gevoelens bij. Gebeurt nou alleen in oorlogen, gebeuren per definitie vreselijke dingen. Daar is ook oorlog voor. En als. Tenzij iemand echt van hele kwade wil is. Maar om dan nu, dit is al 15 jaar na dato, om dan weer al die dingen op te gaan rakelen. En je lokt ook uit dat er weer schadevergoeding wordt geëist. Op een gegeven moment dingen gebeuren. Shit happens. En een oorlog helemaal. En dan is het op een gegeven moment over. Ja, maar als iemand gewoon willekeurig een natuurlijk, gebouw. Oorlogsmisdaad, die moet aangeklaagd ja. Maar die soldaten zijn geen oorlog, die zijn in het collectief. Dus de situatie is misdadig, misschien de oorlogssituatie is misdadig, maar die individuele soldaten zijn niet misdadig. Nou ja, zo'n individuele soldaat die dus iemand die zo'n heel huis neerschiet en ook mensen die uit het huis vluchten neerschiet. Nee, maar ik denk, dat is dan wel misdadig. Het gebeurt misschien op instigatie van een commandant en die denkt op dat moment en maakt misschien een fout, een beoordelingsfout, maar het is, ik ga ervan uit dat het geen boos opzet is. Nou, willekeur. Dat wel, dat zo'n soldaat zin heeft om te schieten. Volgens mij kregen ze opdracht, hoorde ik vanmorgen op de radio, daar werd ik mee wakker. Dat ze opdracht kregen om op huizen te schieten met bewoners, onschuldige mensen. Ja, als een opdracht is, dan is het wat anders. En ze hebben de pannendeksel van de Hofvijver nog steeds niet gevonden. Dat is het grootste komkommernieuws. Ja, het is ook wel schattig ook. Dat, ja, als je die toespraak van Mark Rutte hoorde en je hoorde dat lawaai en dat gefluit, dan denk je dat het heel erg is. Maar als je dan wat oude mensen op pannen ziet slaan, dan denk je, ja, het is ook een soort kabouterprotest eigenlijk. Dan valt het wel weer mee. Gedupeerde toeslagaffaire krijgen ieder 30.000 euro. Ja, dat is dan ook mensen die het helemaal niet nodig hebben. Die veel minder recht hadden op geld, die krijgen ook 30.000 euro. Als je die kindertoeslag krijgt, dan had je het in principe nodig. Daar moet je van uitgaan. Anders nee, maar dat werd ook gezegd ook, hoor. Ja. Dat mensen die meer die recht hebben op meer geld, die kunnen nog meer geld vragen. Maar je hebt ook mensen die recht hadden op minder geld. Alle slachtoffers. En die hoeven niet terug te geven. Ja, klopt. Maar dat is net de grote lijn. Ja. Even kijken. Een Duitser is verdacht van een grootschalige fraude van miljoenen fraude met mondkapjes.
Ja, onze, we hebben ook mondkapjes. Zou hij zou alledaagse maskers verkocht hebben als FFP2-kapjes. Oh. Nou, het is toch gewoon oplichterij. En nou, veel Hugo de Jonge zegt in de krant. Er is een hele rare foto, ja. Zag ik, dat hij het piano aan het spelen was, heel geposeerd zo en lachen. En dat er achter het piano zat. En nog een foto die helemaal zo zit. Het is heel geposeerd. Nou, maar dat heb je natuurlijk vaak in deze. Je krijgt allemaal kerstspecials met duizenden interviews. Het grappige is dat ik normaal interviews lees. En bij de kerstperiode ik ze allemaal oversla. Dat ik denk, nou, ik heb er geen zin in. Het is dan ineens, maar het is ook zo obligaat eigenlijk. Is dan de hele AD staat vol met foto's. Ja, deze heb ik laten zien ook. Oh ja, en de binnen ook. Heel, het was een andere foto, was het, maar de komt ja, op hetzelfde neer. Ja, het is hetzelfde inderdaad, ja. Oh, zij zitten nu andersom. Dat is wel leuk. Hier op de voorpagina zit hij zo. En hier dan zit zij ineens zo. Denk eens, dat we, laten we eens even anders gaan zitten. En allebei stralend wel. Dat is... Hij lijkt me ook wel heel aardig, alleen moet hij niet liggen. Dat is eigenlijk het ook een mooie foto. En het is ook onchristelijk. Van dus al die vrachtauto's die op dit moment Engeland niet kunnen verlaten. Die ja. Op de landingsbaan van een buitenwerkersstad vliegtuig, vliegvat zijn gezet en daar allemaal op. Moet je nagaan hoe eer het al deze vrachtwagens weg zijn. Er komen nog steeds vrachtwagens bij. Ja. En stel je nu voor dat er een vliegtuig een noodlanding wil maken. En die denkt, oh, dat is een vlieg. Die weet nog uit het verleden, dat is een vliegveld. Ja, en als een beetje een piloot die niet zo goed, die niet echt nuchter is. Ja, of een beetje mistig is, denk je, nou, dat wat veel vlekjes op de landingsbaan en dan kom je op. Maar dit is ook weer een voorbeeld van een foto die mooi is. Terwijl al die mensen die in die vrachtwagens zitten eigenlijk ten einde raad zijn. Het echt verschrikkelijk vinden. Als er nog een vrachtwagenchauffeur dit ziet of luistert in Engeland, met heel veel vrachtwagen. Stuur een mailtje naar info@bettyafstad en dan gaan we je bellen in de vrachtwagen. Veel vrachtwagenchauffeurs die kijken ook naar dit programma. Maar zo heb je ook wel eens een watersnoodramp of een huis wat in een grote kolkende rivier stort. Dat de foto heel mooi is. En de ellende voor de mensen die in dat huis zitten en denken wat beweegt het raar. En dan met huis en al verdrinken. Ja, spectaculair beeld. Is dat heel erg. Soms zijn rampen voor de kijker mooi en kunstzinnig ook wel. Ja, nee, wanhoop rampen. Rampspoed kan soms artistiek uitzien. Ja. Nog één dingetje, wat in Breda, de Jumbo supermarkt is daar dag en nacht open. Een negen supermarkt. En dus om 2:00 s'nachts zie je een foto wel. Van de Jumbo supermarkt die dus dag en nacht nu open is. Ja, dat zeggen ze als argument om de toeloop te spreiden. En dan kan je ook, maar het is mega supermarkt in een weiland volgens mij. Ja, dat is toch wel, ja, daar moet ik even over nadenken of dat erg is. Zou dat erg zijn? 24/7 open. Ja. Voor mij hebben we in de Verenigde Staten veel rivieren. Dus het is al toekomstvisie als het ware. Dus we lopen 50 jaar achter, hè? Dat heb ik net gehoord. Dus over 50 jaar zijn alle supermarkten dag en nacht open. En zou het besmettingsgevaar toenemen daardoor? Nou, ik ga niet 's nachts boodschappen doen. Dus ik denk dat iedereen nog steeds overdag rond de vaste uren boodschappen doet. Ik denk dat het weinig zin heeft. Dat het wel stil is. Nee, maar er zijn natuurlijk wel mensen. Anders als er niemand komt, zouden ze dicht gaan. Ja, maar je mag geen alcohol kopen. Zo'n publiek, nee. Maar ze hebben wel en ze hebben mondkapjes op. Ja. Deel 5:30. Dat was Katinkabach. Ander nieuws. Of dat ging over dat ze 200 uur aan livestream gaan doen tijdens nieuwjaar. Voor de jongeren om ze binnen te houden met oud en nieuw. Ja, maar ik wil weten welke website dat is. Ja, dat is Goodbye 2020. En die krijgen een miljoen van de overheid ook. Ja. Die gooien wel met geld. De NPO kreeg 10 miljoen om NPO 2 extra, waar nooit naar gekeken wordt, om daar nieuw leven in te brengen. En zij krijgen een miljoen. Maar ja, we zijn niet jaloers, maar we zouden het wel goed kunnen gebruiken. Ja, Goodbye 2020, dus 2020. Oh ja, dat is gewoon via YouTube. 20, via die website. En dan moet in het Engels. Ja, Goodbye 2020. En dan willen ze 500.000 kijkers daarmee trekken. Er komt een presentator, of een presentatieduo. Een soort open dorpachtige. Van 4:00 tot 5:00 s'nachts. Bellen met Katinka Polderman. Even kijken, dan moet ik hem... Zelf?
moet eerst naar de FaceTime. Mark, laat je baard staan, dan staat je goed. Oh, ja, ik heb me bewust niet geschoren. Ik heb wel vanmorgen hier onder mijn nek geschoren. Anders wordt het zo wild. FaceTime en dan Katinka. Zie je, ik moet het allemaal zelf ook leren. Het is altijd handig. Hoe meer je zelf kan, hoe beter het is. En dan doen we deze hier, zo, video. En dan hier groot. En de muis weg. En dan deze gaat dan op R. Ja, daar hebben we Katinka. Hallo, ja, dag Katinka. Ik sta hier een beetje in het donker. Ja, maar nu weer. Ik zal een lichtje aandoen, want ik ga naar... de iPad blijft erin. Kijk. Oh ja, kan je... Kan naar mijn zoldertje. Kan je hem draaien ook? Oh, natuurlijk. Kijk. Oh ja, nou gaat hij weg. Dan valt de wifi denk ik een beetje weg. Mijn zoon zit een beetje in zijn kritieke uurtje van de dag. Oh. Oh, wat een leuk geluid. Ja, dat is mijn super authentieke zoldertje. Oh, dat piept mooi. En nou loopt hij weer. Nu loopt hij weer even vast, eigenlijk. Ja, nu is hij weer goed. Nou, gelukkig. Ja, en nu zagen we ook het dak. Maar nu loopt hij weer vast. Nu is hij weer nu terug. Nu loopt jij weer vast. Slechte verbinding, zegt hij. Ja, maar nu is hij weer goed. Nou, dan hopen we dat hij zo blijft. Ja, en hoe is het ermee, Katinka? Hoe is het ermee of hoe is het beneden? Wat zei je nou? Nee, hoe is het ermee? Hoe is het ermee? wel goed eigenlijk. En met de kinderen en met de man, met Bram en Koen ook? Daar gaat het ook heel goed mee. Ja, ik was natuurlijk alleen een beetje overvallen door de plotselinge schoolsluiting vorige week. Want... ik had keurig gepland van, dan maak ik voor de kerstvakantie mijn werkjes netjes af. En dan heb ik nog een dag om een beetje bij te komen voordat ik 2 weken met het hele gezin thuis ben. En toen ging ineens alle scholen dicht. Ja. Dus, Maar ja, dan is het goed dat je geen voorstellingen hebt, toch? Ja, ik heb echt heel erg veel geluk met het ontbreken van, met de planning die er dus al was. Ja. Want ik heb tot nu toe echt nog geen voorstelling af hoeven zeggen. En dat is echt fijn. Want wanneer zou je eerste voorstelling nu zijn, je theatervoorstelling? Eigenlijk was het eerste gepland dat ik in september 2021... weer de theaters in zou gaan. Oh. Maar omdat er... Ja, dan moet ik nu zo'n beetje beginnen met schrijven. En dat moet nu geboekt worden. En die theaters, die zitten met zoveel verschuivingen van voorstellingen die nu niet doorgaan. Dus dat wordt een heel vol, rommelig seizoen waarin je echt moet strijden voor je plekje. Dus ik heb besloten dat ik pas weer met een reguliere voorstelling... De theaters inga in september 2022. Oh, wat fijn vooruitkijken is dat dan, hè? Je moet het zo ver van tevoren plannen, hè? Ja, je weet het ook hoe dat werkt. Ja, we hebben ook weer contact met Zenf gehad vandaag. Ja. En alles wordt weer verschoven eigenlijk nu. En jij kunt je wel permitteren ook dan om in september 2022 in première te gaan. Ja, nou dan beginnen de try-outs, hè. Dus dat is dan nog spelen voor een appel en een ei. En dan in, december of februari, ergens daartussen 2023. Ja. Dan dus in première. En tot die tijd ben ik natuurlijk wel mijn pensioen aan het uitgeven. Want ik had wel een potje, maar dat was niet bedoeld om nu al op te maken. Maar ik ben wel blij dat het er is. Ja, en ga je dan... en de voorstelling heet dan De Rijdende Pantoffel? Ja, dat denk ik wel, ja. Want ik denk dat ik tegen die tijd... De mensen die pantoffels rijdend kunnen maken... hebben natuurlijk nou ook geen bal te doen. Dus die kunnen daar extra... aan besteden. En die hebben dan 2,5 jaar om dat voor elkaar te krijgen. Dus ik denk dat ik gewoon zelf ook kan rondrijden in die pantoffel. Dat ik ja,
Leuk, maar ik zal even tegen de mensen thuis zeggen. We hebben dus in maart, april, hadden we al contact met Katinka Polderman. En toen, hier in de vensterbank heb je gezeten met Margaret Dolman. Ja. En toen ging het ook over een act die ze had met een rijdende pantoffel. Die niet ten uitvoering gebracht werd, maar ze had wel die rijdende pantoffel. En nu is die, hebben we die rijdende pantoffel in beeld gezien uiteindelijk. En dat werkte fantastisch ook, hè? Ja, hè? En Bram, die heeft ook meteen een nieuw speelgoed eigenlijk daaraan gehad, hè? De rijdende pantoffel. Ja, hij heeft een radiografisch bestuurbare pantoffel. En die doet het nog steeds nu? Nee, want de batterij is leeg. En om een nieuwe batterij erin te doen, moet hij echt helemaal uit elkaar gehaald. Maar dan ook echt met de lijm die losgehaald moet worden. Oh, en zo. Ja. En dus, Bram klaagt daar niet over. Kan je geen batterijen kopen momenteel? Nee, Bram klaagt daar niet over, nee. Nee, wat zeg je dan nu? Nou, momenteel kan je geen batterijen kopen. Het is geen essentiële behoefte, denk ik. Ja, bij de supermarkt. Maar ja, wij hebben een met onze zoon van 4 moet je altijd zorgen dat je alle soorten batterijen in oorlogsvoorraden in huis hebt. Ah. Want alles werkt op batterijen tegenwoordig. Dus wij komen de lockdown wel door, hoor. Ja, maar en wat ga je dan wat ga je verder dan doen tijdens de lockdown? Of wat heb je tot nu toe gedaan? Geschreven? Of, Ja, ik ben heel veel aan het schrijven en aan het tekenen. Ik ben al best wel lang aan een verhalenbundel bezig. Oh. En, met een tour komt dat echt niet van de grond, want je hebt daar toch een bepaalde, ook al is het geen roman, heb je toch een bepaalde focus of een, hè, dat je echt daar heel intensief mee bezig kan zijn, heb je nodig. En als je dan elke avond moet spelen, dan lukt dat niet om die focus te hebben. Dus daar ben ik weer wat meer mee bezig. En ik ben grafieken en beslisbomen aan het maken voor de Volkskrant. Oh. Wat ook heel erg leuk is. En daar hoop ik ook wel een boek van te maken uiteindelijk. En ik ben heel veel gewoon stomme tekeningetjes aan het maken. En die een beetje op sociale media aan het zetten. Oh. Dus, heb je een voorbeeld van een tekeningetje? Er ligt hier niks eigenlijk. Nee, ik heb hier wel een klein van... even kijken hoor, of ik dat kan laten zien. Dat kan ik gewoon naast mijn hoofd. Ja, gewoon naast je hoofd. Houden van... Dit heeft toch wel in de krant gestaan. Dit is een grafiek. Oh ja, productiviteit ander. Van de ouders. Als ouders, oh ja, productiviteit en, ouders. En de andere is... even kijken, wat staat daar? Aantal uren schooluitval van kleuters. Ja, dat is een leuke tekening. En hoe lang ben je daarmee bezig? hier heb ik toch zeker 4 dagen voor moeten schetsen. Ja, maar dit is ook, het lijkt eenvoudig, maar het is met Gumba ook. Maar het gaat juist om het idee, dat kost tijd om een goed idee te hebben. Ja, en ook heel veel maken. Als je 50 dingen maakt, dan zijn er 10 dingen of 7 dingen leuk. Dus ik ben ook veel aan het maken. En je hebt meegedaan aan de cd van voor Jeroen van Merwijk. Jeroen, ja. Wat een groot succes was. En waar Jeroen dus ook enorm door ontroerd werd. Hè? Door de cd, is het. CD. Er zijn geen clips van gemaakt. Er is nu 1 clipje. Staat geloof ik sinds gisteren online. Van een heel mooi liedje, Ik Geloof. Waar we allemaal aan mee hebben gezongen, ook op de cd. Oh. En daar is een clipje van gemaakt. En dat is ook weer zo'n... Ik vind het zo leuk dat ik eraan mee heb gewerkt allemaal. Want het is zo goed gelukt. En het is zo'n boeiende en ontroerende cd geworden. En dat clipje is ook weer zo mooi. Oh, want even tegen de mensen thuis. Jeroen van Merwijk, die heeft een beperkt aantal... maanden te leven, zo kan ik het ook samenvatten. En als eerbetoon aan hem hebben heel veel bekende zangers en cabaretiers onder initiatief van Herman Vinkers een cd gemaakt met zijn liedjes. En die is ook nog steeds te koop. Ik geloof dat die uitverkocht was. Ja, er zal dan wel weer één bij. Hij staat ook op iTunes en Spotify, maar... Oh. Natuurlijk altijd het leukste om een echte cd te hebben. En die clip is al op YouTube dan?
Ja, die staat op YouTube. Oh, dan kunnen we die kijken. Op het kanaal van zijn broer, die heeft hem erop gezet. Dus op Lucas van Meerwijk. Maar ik denk als je zoekt op Ik Geloof en Jeroen van Meerwijk. Oh, gaan we kijken of we dat kunnen uitzenden. En welk lied had jij gezongen? Wij zijn het Rijke Westen. Oh. Dat is een feestlied om de arme mensen in Afrika een beetje uit te lachen. En om te vieren dat wij hier in het Rijke Westen lekker alles hebben. Ja, ja, dus satirisch wel. Ja, met een geweldige zin. Elk dorp heeft bij ons 5 blaasorkesten. En de rest heeft met het hele dorp nauwelijks 1 fiets. Nou, dat vind ik zo goed bedacht. Ja. Ja. Och. Ja. En over je boek, je verhalenbundel. Wanneer komt dat uit? Nou, ik heb toevallig eergisteren al mijn verhalen naar mijn vaste redacteur gestuurd. Om eens te kijken hoeveel het nou is. En ik schrok eigenlijk van het aantal. Want het is echt nog niet genoeg. Ik heb een paar jaar geleden heb ik het Zeeuwse Boekenweekgeschenk geschreven. En dat waren allemaal verhalen met 2 dezelfde hoofdpersonen. En die verhalen zullen wel in de bundel komen, maar wat ik nu schrijf is best wel, ja, dat is echt wat anders. Dus ja. Er moet wel een evenwicht in zijn. Ja, wie komt het boek uit? Welke uitgever? We hebben nog niet actief uitgevers benaderd. Oh nee. Dus dat is het. Ja, en dat zal wel lukken. Al weet ik niet precies hoe dat er nu voor staat. Oh, ik kan wel bemiddelen. Podium is een goede uitgever, Joost Nijzen. Ja, die doet veel verhalen. Ja. En dan komt Harmonie, Lubach. Heb ik ook al contact gehad met Nijzen. Mijn boek is er ook uitgekomen bij Podium. En Meulenhof is ook een goede. Harmonie is goed, Jacco Groot. Ja. Je hebt een paar hele goede uitgeverijen in ieder geval. Het is wel goed om dan onder druk te staan. Dus als je wel contact zoekt met de uitgeverij, dan gaat die jou onder druk zetten dat het uit moet komen. En dat is dus ook een beetje een dingetje. Als ik vind, van alles vind ik heel erg leuk. Ja. Maar zodra er iets moet, eens geen bal meer aan. Dan kan er niks meer schelen. Dan vind ik het echt niet meer leuk. Dan moet het werken. Dus heb je toch met een tournee heb je dat toch ook? Dat je dan de eerste voorstelling moet geven. Dan zijn je toch dat ook onder druk? Ja, dat is ook helemaal niet leuk. ik heb ook bijvoorbeeld sinds begin van de lockdown heb ik eigenlijk geen gitaar meer aangeraakt. Hè? Dus sinds maart. En liedjes schrijf ik ook helemaal niet meer voor mijn plezier. Vroeger deed ik dat gewoon voor mezelf, om mezelf te vermaken. Maar ik heb het gewoon zoveel gemoeten. Dus ja, en dan vind ik het niet meer leuk. Maar nu hoeft het toch helemaal niet dan? Dus dan zou je toch zeggen, dan doe je het wel voor je plezier. Ja, die verhalen schrijf ik nu. Ja, maar zingen, maar een liedje schrijven hoeft toch ook niet? Ja, maar ik denk dat ik het nou te vaak heb gemoeten. Oh, En als het moet, dan doe ik het wel weer. Want ik ben dan ook wel weer zo'n gedresseerd aapje geworden. Ja, dat professional. Mijn kunstje vertoont op commando. Ja, nou wat leuk. En mogen we, want we hebben Koen eigenlijk, dat is de jongste, hè? Ja. Van het begin af aan gezien. En mogen we nu ook een blik op je jongste telg werpen? Ja, ik zal, kijk, dan ga ik weer donker in zo. Kijken dat ik niet mijn telefoon zo onder mijn kin ga houden, want het is een beetje... Oh, dan gaan we de trap weer af. Zo ja, gaan we ook de trap weer af. Zoals... Lijkt net dat ik heel groot woon. Zo, ja. Nu mijn derde trap af. Dat heb ik er even tussenuit geknipt, want anders duurt dat zo lang. Kijk, maar hij zit al te kijken. Dit is levendig. Zal ik even kijken of ik... Oh, ik kan de camera omdraaien. Zie je? Wat groot ook al. En wat een leuk dag. Ik zal even zwaaien. Ik kan hem even dat hij jou ook kan zien. Kijk, dan kan ik zo. Oh. Zo kan hij jou ook zien. Ja. Dag. Dag. Je wilt goed. Nou, bijna reageert hij. Ja, bijna. Ja. Dag. Mooi. Hij kan af en toe, gaat hij keihard zijn wippen. Ja, dan gaat mijn vriend gaat heel gek doen. Ja. En dan moet hij meestal om lachen. Kap, 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 kappen. Kuppie, kappen, kuppie. Nibbe, dibbe, dabbe, da. Nibbe, dabbe, dibbe, dobbe, da.
Nou, ik geloof dat je... Nee. Ik heb geen talent daarvoor. Nou ja, normaal toch wel. Kijk, ik zal hier ook... het is een beetje donker, maar hier zit iemand een pyjama-dag te houden met zijn iPad. En daar zit iemand volgens mij geld in te zetten op de dartwedstrijden. Oh, dat ook. Maar jullie vermaken je wel zo. Dat is ook wel een voorbeeld voor menig een thuis die een beetje in zak en as zit. Dat je dus met enthousiasme ook de komende dagen in kan gaan. Ja, nou weet je wat het is? Je moet eigenlijk altijd zorgen dat je een hoofd hebt. Want ik ga even een beetje in het licht staan. Dat je een hoofd hebt waarmee je heel veel leuke dingen kan bedenken. Want dan hoef je je nooit te vervelen. Nee. Dan heb je eigenlijk alleen maar... Nou ja, op zijn hoogst papier nodig om het een beetje vast te leggen. En dan vermaak je je wel. Ja, nou dat is een goede tip voor de mensen. Toch? En hoe doe je met kerst? Want morgen is kerstavond. Ja. En dan eerste kerstdag, tweede kerstdag. Hoe ga je dat vieren? Ja, eigenlijk... Niet? Nee... Normaal, mijn nichtje is tweede kerstdag jarig. En normaal gaan we altijd naar Haarlem, naar mijn nichtje. Maar ja, dat kan nu niet. Nee. Dus waarschijnlijk gaan wij gewoon lekker 2 dagen thuis een beetje cocoonen. Misschien weer koekjes bakken. En soepje eten. Gewoon rustig aan. Maar dat is wel het voordeel dat je niks hoeft eigenlijk. Hè? Want je staat nu totaal niet onder druk. En andere jaren wel. Want dan moet je of naar je eigen familie of naar de schoonfamilie. Of dit of dat. Of zelf koken. En nu ben je helemaal vrij. Ik denk dat het voor veel mensen toch echt heel fijn is dat er nu niks hoeft. Ja. Kijk, ja, wij deden toch al niet echt heel veel. Nee, je genoot altijd al wel van je vrijheid. Maar nu nog meer. Nu nog meer. Ja, nou, ik vond het een heel fijn gesprek. En ook fijn om weer even bij je te zijn. En misschien heeft Dami nog een vraag. Er komen veel reacties. Oh, veel reacties. Er komen veel reacties. Oh, ja, allemaal vinden ze je baby prachtig en een schatje en lief. Allemaal heel leuk. Oh ja. Nou ja, ik hoop niet dat er dan ook nog mensen zijn die nou gaan reageren van nee, het is een lelijk rotkind of zo. Ik hoop dat het positief blijft dan. Nee, maar dat doen ze nooit rechtstreeks. Dan zeggen ze het tegen elkaar van die van ons is eigenlijk leuker, hè? Ja. Die mensen heb je. Ja. Het is een lachenbekje, wat een prachtig kind. Oh, een lachenbekje, wat een prachtig kind, zegt Dami. Een leuke vrouw, staat er een leuke vrouw ook. Nou, kijk, het is een vaak goede kerstvakantie. Ja, dit was een succes. Ja. Nou, Katinka, tot de volgende keer dan. Ja, tot de volgende keer. En veel succes ook met schrijven en tekenen. En we kunnen in de Volkskrant dus je tekeningen af en toe zien. Ja, en op en de mensen moeten ook echt even die cd van Jeroen luisteren. Want dat is echt goed gelukt. Nou, en we gaan kijken of we de clip kunnen laten zien. Ja, dat is een goed idee. Oh, dan gaat Koen wel klagen nu, geloof ik, hè? Of niet? Hij heeft, dat noemen ze, zuikbehoefte. Oh, Bram wil wat wil je vragen? Oh. Oh, nou, dan gaat hij op de grond liggen, want dan weet hij het niet meer. Maar hij wilde niet vragen. Hij heeft een hele vuist in zijn mond, dus daar gaat hij af en toe... Of Koen bedoel ik, de baby. Oh. Dus daar komen die rare geluiden vandaan. Oh ja. Nou, doe de groet ook aan Bram. Zal ik doen? En dan fijne kerst vast. Ja, jullie ook fijne kerst en tot de volgende keer dan. Tot de volgende keer. Dag. 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 Nou, leuke kinderen. Ja. Ook leuk zo midden zo'n gezin komt. Ik zag volgens mij de vriend ook ergens lopen net. Ja, die was achter de laptop. Ja, want we werden voor de darten geld aan het inzetten. Oh ja. Je? Geld aan het inzetten voor de dartwedstrijden. Oh ja. Een soort toto, maar dan voor darten. En leuk wat ze zei, van als je een beetje een leuk hoofd hebt, hoef je je nooit te vervelen. Nee, dat is ook een leuke uitspraak. Ja. Maar ze bedoelt dan innerlijk. Ja, of beide. Of beide, nee, want je bent een beest, je verveelt het. Kan nooit opslaan op andere dingen. Precies. Nee. En die had je de clip ook gevonden, of niet? Ja, degene die ze eerst zei van, ik geloof... Maar daar zat ze niet in, toch? Of wel? Nee, dat was een gezamenlijke clip. Oh, gezamenlijk. En daar is een clip van gemaakt. Mogen we dat laten zien? Ja, volgens mij. Van mij, kan je laten zien? Ja. Maken we reclame, toch? Voor precies. Voor de cd. Nou. Kijken. Moet het nog aangekondigd worden? Of zou ik hem gewoon...
Komt die? Ja, nee, ik heb hem klaarstaan. Dan oh ja. Hem, nou, dan gaan we starten. Oh, ik ga even kijken. Mag ik hem aanzetten? Ja, doe hem even aan. Even kijken. Ik geloof in tegen bier kan je vechten, in een wang voor een wang en een tand voor een tand. En ik geloof in het afstand doen van rechten, in de steun in de rug en in de helpende hand. Ik geloof in het weerloze, breekbare kleine, ik geloof in het genadeloos oog voor detail. En ik geloof in het fijne nog verder verfijnen, in het zout in de wond en in twijfelgezijn. En ik geloof in het kanaliseren van woede, dus geloof ik in spel en dus geloof ik in sport. Ik geloof niet in zekerheid, maar in vermoeden. En in het hart dat bij mij uit wordt gestort. En ik geloof in de steen, in het stilstaande water. Ik geloof in voor alles en iedereen door het vuur. Ik geloof in verbeelding, ik geloof in theater en in schilderkunst en in literatuur. De moed van de wanhoop en tegen beter weten niet. Blijf ik geloven omdat dat wel moet. Ik geloof in ambitie en intuïtie. En ik geloof in het zorgenkind. Ik geloof in de toekomst en in de traditie. Ik geloof in afwijkend, ik geloof in bijzonder. Ik geloof in de kont en ik geloof in de krip. En ik geloof in het raadsel, ik geloof in het wonder. Ik geloof in compassie, ik geloof in begrip. En met het risico dat ik voor gek word versleten, geloof ik dat alles ooit mooi wordt en goed. Met de moed van de wat een fantastische ja, clip. Mooi, ook in de muzikaal ook heel mooi. Ja, ja. Heel, dat zou echt een enorme hit moeten worden eigenlijk. En hoeveel is er naar gekeken? 4000 keer. 4000 keer, maar ja, het is net begonnen. Staat er net op. Ja. Staat er net op, ja. Dus het is, en nu 4000 dus, in één keer. En je kunt de cd dus bestellen bij Van Merwijk. www.lucasvanmerwijk. Lucas van Merwijk, ja. Toch, Lucas ja, van Merwijk. En te luisteren via Spotify en Apple Music. Ja, dus overal. Nou, en vele reacties ook. Veel reacties, ja, fantastische clip, applaus. Ik ga bijna van huilen, hier word ik vrolijk van. Ja. Fantastisch, mooi liedje, goed uit Keulen. Een goede avond allemaal, zichzelf een heel mooi lied, goede avond. Nou, ga maar door. Nou. Ook dat, en dat zullen we ook de diverse namen op. Die als een cabaretier opeens een beeld. Oh, dat is Herman. Oh, dat is. Ja, Jacques Spijkerman ja. Zagen we ook nog. En Katinka Polderman zelf zagen we ook nog erin. Met losse haar? Nou, dat geeft toch niet. Vroeger had je. In de tijd dat munt en postzegel nog wat waard waren. Had je muntjes met Willemina met lang haar en met Willemina met opgestoken haar. Ja? Willemientjes met lang haar waren meer waard dan Willemientjes met opgestoken haar. Was Willemina nog een meisje? Koningin Willemina heb ik het over, hè? Ja. Met lange haar en die stond op munten afgewerkt aan postzegels. En toen was ze een meisje van 18, had ze lang haar. Daarna, als koningin, kreeg ze opgestoken haar. En die waren minder waard dan de Willemientjes met lang haar. Omdat lang haar vinden de mensen mooier of en dat was ouder. Dat was ook meer ja, waard, dat was historischer. Ja. Want zij was, toen haar vader overleed, koning Willem III... Toen was het 1890 en toen was ze zelf pas 10. En toen was ze te jong om koningin te worden. En toen is koningin Emma, haar moeder, de tweede vrouw van koningin de derde, is toen regentes geworden.
tot 1898. En die was heel populair. Koning Willem III was niet populair. Maar koningin Emma, regentes, koningin regentes, die werd heel populair. Emma van Waldeck-Piermont. Je zal die naam wel tegenkomen, diverse straten, met name Den Haag. En die werd heel populair. Ze heeft ook heel veel beelden ergens in het land staan. Oh. Ze heeft nog heel lang geleefd, maar tot in de jaren 30. Een brilletje op en een kanten bloesje. En Wilhelmina is 1898 op de troon gekomen. Het was 18 jaar. Ja, ik heb wel eens beelden gezien dat ze dan ook vanuit het paleis op de Dam naar de Nieuwe Kerk lopen. En dan lopen ze zo, net met hetzelfde als bij Willem-Alexander, dezelfde met van boog erboven. En dan op het moment dat ze de kerk instapt, dan gaat het beeld op zwart. En dan staat er in beeld, in de kerk dient niet gefotografeerd te worden. En dan is het even stil. En dan is dat beeld voorbij en dan lopen ze weer naar buiten. Is het voorbij. Koningin Emma. Nee, dat is Wilhelmina. De kroon van Wilhelmina. Inauguratie. Ja, ja. Toen woonden ook 4 miljoen mensen in Nederland nog maar. 4 miljoen. En toen mochten ze in de kerk dus niet filmen? Nee, in de kerk die niet gefotografeerd te worden. Eigenlijk zou je... 122 jaar geleden. Eigenlijk zou je nou een hele serie moeten maken als The Crown in Engeland. The Crown. Crown, ja, bij Netflix. Zo zou je het toch in Nederland... Een hele leuke serie over de vanaf Wilhelmina. Ja. Vanaf met Emma de vorige eeuwwisseling, vanaf 1900 ongeveer. Ja, het voorspel... Van en Willem III, dus impopulair was. En de Baviaan. En de Baviaan werd echt een hele strijd met zijn ministers altijd. En welke was homo eigenlijk van de Willems? Dat weet was stadhouder, toch? Of niet? Maurits werd er ook van gezegd. Toen waren ze nog geen koning. En Willem III, die was de koning stadhouder. Die was namelijk en stadhouder van Nederland en koning van Engeland. Oh ja. Omdat hij getrouwd was met een Stuartprinses, dacht ik. En die was de enige dochter van overleden van koning Jacobus. En toen die overleed, en toen zou ze dochter, maar dat kon niet. En toen werd dus haar man, de stadhouder Willem III, die werd toen koning van Engeland. Och, was die tijd nog maar, hè? Dan hadden we geen Brexit gehad. Nee, precies. Maar het Engeland van ons. Ja. Andere koek in Indonesië. Maar toen was Indonesië, toen was West-Indië, of Indië, ja, Nederlands-Indië ook. Hadden we ook Nederlands-Indië al. En Engeland hadden en we toen al. En alle Engelse koloniën hadden we. Amerika, Australië, Zuid-Afrika. Sri Lanka. Half Afrika, India. Er was ook keizer, want de soeverein van India, die mocht ze keizer noemen. Ja. Dus nou, we hadden eigenlijk alles gehad. Nou, wat hebben we nou nog? Niks. Ja, een paar Caribische eilanden. Nee, 3 eilandjes boven de wind en 3 eilandjes beneden de wind. En die moeten ze ook, vind ik, volwaardige Nederlandse gemeentes en provincies maken. Ja. Ja. Niet gezeur die mensen maar aan een lot over te laten. En als het een puntje bepaald komt, dan opeens wel de regels van Nederland eisen. Ja. Nee. Het wordt ook niet betrokken bij hele corona-beleid. Dan zie je wel alle provincies waar alles aan de hand is op de corona-dashboard. Maar dan zie je niet de eilanden samen. Nee. En dit hoort er dan ook bij, denk ik. Ja, ja. Zijn er bovendien Nederland. Die 3 kleine eilanden zijn gewoon Nederlandse gemeentes. Ja. Sint Maarten, Bonaire, Sint Maarten, Bonaire en Sint-Eustatius. Saba, Sint-Eustatius en Sint Maarten. Ja, dat is een en Bonaire dan? Saba, Sint-Eustatius en Bonaire zijn Nederlandse gemeentes. Sint Maarten, Aruba en Curaçao zijn zelfstandige landen, min en meer. Maar wel als onderdeel van het Koninkrijk der Nederlanden. Het Koninkrijk der Nederlanden. We gaan overschakelen naar Margreet Dolman, als het goed is, als ze... dit verwacht, want dat is natuurlijk de vraag. Zij zit in de kleedkamer naar zich Italië en voor te bereiden. Kijken of dat kan, kan rechtstreeks. Ik hoor jullie. Ja. Ik wilde nog even zeggen dat morgen, dus dat is morgenavond, dus kerstavond. En dan heb ik de 4e voorstelling in de serie Margreet Dolman brengt warmte en Dominic Grem. Dat wijst de weg naar evenwichtig 2021. En ik heb daar zo'n zin in. En de vorige voorstellingen, die waren zo leuk. We hebben zulke fantastische reacties gekregen.
zeggen, mensen die niet alleen in Nederland, maar over de hele wereld met heel veel warmte gekeken hebben en ook de troost voelden die wij, dominee Grendel, dokter Valentijn en ik, proberen te brengen. En het leuke is dat je dan toch ook een soort saamhorigheidsgevoel krijgt met Nederlanders over de hele wereld. In Mexico, India, Australië, Amerika, Frankrijk, Zuid-Afrika, noem maar over de hele wereld, Zweden. En dat hebben we nodig. En het is rechtstreeks, ja, ik loop helemaal over van enthousiasme, omdat ik merk dat wij zoveel steun geven. Het is, het begint de hele avond, het begint om 8:30, rechtstreeks. Maar je kunt dus ook nog een dag later, een 2 dagen later kijken. Maar het is in ieder geval rechtstreeks van 8:30 met een pauze om ongeveer 9:00. Ook een echte pauze waarin je koffie kan drinken en andere mensen kan bellen. Mensen waar je normaal mee dus naar het Betty Asphalt complex zou gaan in december. Die kun je dan bellen. Wat voor jaren van. En dan is om 9:30 gaat het gedeelte na de pauze weer beginnen. En soms 10:45. Vorige keer was het 10:50 dat we eindigden. Dus je hebt een complete rechtstreekse avond. Daar hebben we echt behoefte aan. Het rechtstreekse. Want heel veel televisieprogramma's die zijn nou ingeblikt. Kerstshows die van de zomer al opgenomen zijn. En dat voel je. En je voelt bij ons dat het gewoon rechtstreeks is. De warmte. De rechtstreekse warmte. Dus morgenavond. Ik hou het kort. Dus ik hoop dat het nog kort is. Morgenavond dus. Kerstavond om 8:30. Margreet Domme brengt warmte in de donkerste dagen van het jaar. En dominee Grem, dat wijst de weg naar evenwichtig 2021. En sluit je aan en voel de saamhorigheid en ervaar de warmte. Nou, ik hoop dat ik mijn enthousiasme heb overgedragen. Anders ben ik geen knip voor mijn neus waard. Tot morgen dan. Ik hoop dat zoveel mogelijk mensen kijken. Misschien wel duizenden mensen. Dan voelen we ons verbonden. Nou, dat wilde ik even zeggen. Is het al het einde? Nee, jullie zijn nog lekker bezig, ja, met de hele uitzending. Nou, gaan we weer lekker door met de uitzending. Dami, Paul en Mark. Ja. En schakel mij dan maar uit. Ik vind het fijn dat ik het even heb kunnen zeggen. Nou, het is maar ook nu, goed. Tot morgen. Tot morgen, ja. Het is ook overgekomen. Zo, ja. Dus dat kun je reserveren op bettyasfaltcomplex.nl. En dan denk ik dat we overgaan naar Willem Jets in Italië. Hij is een aantal jaren geleden was hij de componist des vaderlands. Het is een van de allerbeste componisten, hedendaagse componisten die we in Nederland hebben. En ooit nog bij jou in de voorstelling heeft hij 2 seizoenen lang begeleid. Ja, nou zeker. In de eind jaren 80, begin jaren. Toen was hij nog niet zo bekend. Ik wil nog even een paar dingetjes zeggen. Mensen die zeggen dat je hebt het over de SSS-eilanden en de ABC-landen. ABC is Aruba, Bonaire, Curaçao. Ja. En de SS is Saba, Sint-Eustatius, Sint-Maarten. Dat waren de bovenwindse eilanden. De benedenwindse eilanden, die liggen zo boven Venezuela. Dat zijn dus de ABC-eilanden. Ja. Maar nu zijn ze dus een beetje door elkaar, want ABC, Bonaire hoort niet meer. Het zijn geen zelfstandige landen. Nee. En een van de S-eilanden is een zelfstandig land, Sint Maarten. Dat is de helft van de eiland. De ene helft is van Frankrijk, de andere helft is van Nederland. Precies. En het zijn de SSS. Ja. Niet SS, ja, maar SSS. Nee, SSS, ja. Ja, SS klinkt natuurlijk een beetje bij. Zal ik ondertussen kijk ik even naar deze toe. Ga ik naar hier toe. Zo, zo. Ja, de tv-tas. En dan gaan we naar Willem Jets, hè? Ja. Willem Jets in Italië. Italië. En die is kerst aan het vieren bij de buren. Bij de buren. Zie je, en dan moet ik hem deze weg doen. En er is een zangeres op bezoek. En dan appeltje R. En dan, ja, dag Willem, hallo. Je zit al in de uitzending, mooi plafond. Je zit al in de uitzending. Zou je je telefoon kunnen draaien ook weer, dat we breed beeld hebben? Wacht even, ik versta je heel snel. Ja, is het ook goed. Zou je de telefoon, goh, wat laag. Zou je telefoon kunnen draaien? Hoor je me? Ja, natuurlijk. Ja. Zo. Ja. Ja, ja, ja. Want waar ben je nu? Ik ben nu bij vrienden. En dat zijn Nederlanders uit Amsterdam ook. Die wonen hier. Oh. En we hebben nu vanavond hier kerst eten. Dinertje. Oh. In het huis. En
omdat morgen is het eigenlijk echt kerstavond, zouden we het eigenlijk hebben, het feest. Of ja. Het eten, hoe noem je dat, de dinner party. Maar ja. Dat is nu verplaatst naar vanavond. Omdat morgen alles dicht is hier, het wordt code rood krijgen we morgen. Ja? Ja, dat is niet omdat het heel slecht gaat, maar omdat ze gewoon bang zijn dat mensen anders weer gaan reizen en dat de besmettingen weer gaan toenemen. Dus hebben we gewoon voor die zekerheid alles maar rood, op rood gezet in Italië. En, maar dan mag je ook, heb je ook een avondklok? Nee, dat niet. Maar dan kan je toch gewoon wel in het geheim eten? Ja, dat zou kunnen. Maar als je dan wordt gepakt door de politie, dan krijg je misschien wel een flinke boete. Want je mag alleen nog maar onder elkaar, zeg maar met z'n tweeën of met het gezin. Drie. Er mogen drie gasten bij komen. Bij oh, dat gezin, wel. Bijvoorbeeld. Ja. Maar hoeveel gasten? Maar er is geen avondklok. Normaal was die er wel, ja. Maar niet met kerst. Maar hoeveel gasten hebben de Amsterdammers die in Italië wonen nu dan met jullie erbij? Nou, eigenlijk nog maar één. Zal ik je laten zien wie er zijn? Ja, graag. We gaan nu naar binnen. Ja, maar dan spannend. Moet ik het omdraaien? Ja, leuk. Dan zien we het kijk meteen. Kijk of ze schrikken. Dit is ja, Gina. Dag. Hallo. Ze heeft een hele zielige arm. Oh. Zie je dat? Nee, dan moet je hem naar beneden doen, iets. Even kijken, jij kan niet zo goed zien. Ja, hallo. Ja, heel zielig. En... Ja, want ze is gevallen. Gisteren. In het huis over een kattenbakje. Nou, erger kan het niet. Met haar elleboog helemaal in de vernieling. Goh. En nu zit de gips omheen, maar... En waar ze nog niet afgeschaald bij het ziekenhuis... Dat ze niet geholpen kon worden. Nee, zij mocht er nog gelukkig naartoe. Ja. Want ze is helemaal door Loek. Dit is Loek. Hallo. Hallo. Ja, hallo. Dat is zie je? Ja. Ja. Ja, ik heb haar naar het ziekenhuis gebracht. Oh ja. In Bologna. Zie je, wat een spanning dan. In Bologna. Ja. En, Bologna, ja. Ja. En daar... Ben je de hele dag kwijt hoor. Van 7 uur 's avonds tot 10 uur 's avonds. Maar dat heb je wel voor haar over. Ze zijn wel lief. Ze zijn wel lief in het ziekenhuis, maar het gaat een beetje langzaam. Oh. Het gaat rustig. Ja. Piano. Nou ja, maar dan als je daar zelf op ingesteld bent, dan is dat toch prettig. Goed boek bij je. Ja, ja en het puilde niet uit van de coronapatiënten. Nee. De begeleider die mocht eigenlijk net niet of net wel naar binnen. Dat was ook wel weer een coronamaatregel. Oh, ja. Maar ik had eigenlijk besloten om de kerstdagen het C-woord niet te gebruiken. Begrijp je? Oh, ja. Ja, zoals vroeger... Kunnen we ook nog met elkaar praten zonder het C-woord te gebruiken? Ja, zoals vroeger het K-woord niet gebruikt mocht worden. Kanker. Zoals vroeger het K-woord niet gebruikt. Ja, dat hebben we nu het C-woord. En dat zijn jullie van plan om te gaan doen. Maar je kan toch ook op een vrolijke manier doen dat heel veel mensen... profijt van hebben van de coronaperiode, van de lockdown, dat je op veel andere gedachten komt en dat dat is waar. Dan geven we er een mooie positieve draai aan. Ja, want verstoppen en verdringen heeft ook geen zin. Nee, daar heb je helemaal gelijk in. Daar heb je helemaal gelijk in. Ja, dat doen we ook niet. Maar... Nee, en ondertussen wordt er in de keuken gewerkt ook achter. Ja, daar ga ik even naartoe nu. Ja. Deze ken ik nog niet. Dit is hallo. Caroline. Hi. Dag Caroline. Hallo. Hallo. Heb je een fijne boom daar achter je? Ja, heel leuk. Met lampjes. Ja, het ziet er hartstikke goed uit. Nou, maar jij zelf ook trouwens. Wat? Ja, jij ziet er ook goed weer, uit. Menno praat weer tussendoor. Dus je moet. Wat? Ja, jij ziet er ook goed uit, wil ik zeggen. En, en Menno is de man van Willem. Ik moet aan de kijkers thuis uitleggen ook. Want dit wordt over de hele wereld uitgezonden nu. Oh god, ja, vreselijk. Leuk. Nee, dat leuk. Ik nou toch in 2020 ineens het over de hele wereld wordt uitgespreid. Ja. Dat is wel erg. In India, in Amerika, in Mexico. Japan, Mexico, Frankrijk. Mexico ook? Ja, overal. En wat gaan jullie eten straks? Nou, wij gaan heel traditioneel eten. Kijk, ik... nog een oude beschuitbus zag ik boven staan. Haas?
Oh, een oude beschuitbus zag ik boven. Kun je dat net zien? Ja. Weet je Paul? Oh, dat ziet er lekker uit. Een beetje carpaccio. Het ziet er lekker uit, hè? Spruitjes. Oh, ja. Dat ga je nog op een speciale manier maken. En hier. Spruitjes? Carpaccio's? Ja. Ja, nou, nog een beetje met een beetje... Nou, weet ik nog niet. Nee. Ik weet het nog niet. Nee, maar dat zie je ook wel. Gewoon... ja, precies. En jullie nemen jullie wel afstand ook van elkaar in ja, huis? Ja, oh, je ja. ziet het. Ja, een enorme afstand. Ja. Maar het ziet er wel ontzettend gezellig uit. En hoe is de temperatuur? Kijk, wat een afstand. Hoe is de binnentemperatuur en de buitentemperatuur bij jullie? Nou, op dit moment buiten is het, valt het mee. Het is een graad of 5, denk ik. 'S nachts vriest, wil het wel eens vriezen. Oh, en binnen is het goed toeven, want we hebben een prachtige open haard. Ja, tenminste. Ja? En oh, kijk, daar staat de deur open. Dat mag niet. Oh ja, god, wat leuk dat we zo in zo'n huis helemaal zijn. En kijk, jullie... En gaat, gaat de open haard aan. Is er iemand het gesprek leidt? En jullie wonen hier ook ja. permanent? Ja, dit is mijn man. Daar woon ik mee. Oh, daar. En het is nog steeds permanent. Goed. Permanent woon ik hier mee. Nog steeds goed met hem, hè? Oh. Want hoe lang zijn ja, jullie... Ja, het is heel goed met hem. Hoe lang ja. zijn jullie getrouwd ja, dan? Ja, ik ben wel blij met hem. Ja, want hoe lang al? Hoe lang al? Okay. Zo worden we niet meer. Caroline, luister. Nou, er is nog iemand hier. Menno. Ja. Dat is Menno. Ja. Hallo, dag. Ja. Jouw man. Eigenlijk. Wat wordt er nou gezegd allemaal achter onze rug om? Kerstboom. Ik hoor het wel. Niet zo goed, hè? Volgens mij luisteren helemaal niet. Wat zijn je casual? Ja, casual. Dat is een leuk sjaaltje. Nee. Ja, leuk Christopher Fry. Ja. Oh, Christopher. Als ik moet hoesten. Nee, hij toch niet Stephen Fry. Oh, sorry. Hey. Maar Willem. Ja. En hoe lang blijven jullie? Na het eten gaan jullie weer terug dan, hè? Ja, dan gaan we weer terug. En hoe lang is het en dan rijden? Priscilla, de zangeres die hier is. Hè? Die is een diva eigenlijk, een operazangeres. Die moeten we dan nog eerst terugbrengen naar haar huis. En die zie, je, ook in de buurt. Zie je daar tegenop? Nou ja, nu het zo vraagt. Wat is dat ver rijden? Nee, dat is... Ik denk ongeveer een klein half uurtje. Oh, toch wel. Maar met een gebroken arm. In het midden. En met een gebroken arm is dat geen... Ja, met een gebroken arm. Dan moet je voorzichtig rijden, want het is wel hobbelig toch bij jullie? Het is behoorlijk hobbelig, maar het vriest niet echt. Of tenminste, nee. Misschien 1 graadje hooguit. Het is wel sneeuw voorspeld voor zaterdag. Door het wel sneeuw verwacht. Oh, dan gaan we nog wel een keer... Zaterdag. Gaan we nog wel een keer naar je overschakelen, want sneeuw is altijd leuk om naar te kijken. En vind je het niet jammer dat jij er niet veel mag drinken, omdat je nog moet rijden? Nee, dat vind ik niet zo erg, omdat ik ben een beetje gewend om niet veel te drinken. Omdat ik sinds juni enorm ben afgevallen. Maar wat heeft daar mee te maken dan? Dat je niet drinkt? Als je alcohol laat staan, dan word je natuurlijk toch iets minder dik. Oh, je wilde minder dik. Het was veel. Je wilde minder dik worden. Ik wilde afvallen, ja. Ja, precies. Oh, dat is wel een goede tip voor mensen thuis. Het was veel te erg geworden. Ja, de mensen moeten... Door die opera ben ik alleen maar gaan zitten snoepen en glaasjes wijn. Vanwege het grote succes. Van Ritratto. Van Ritratto. Ritratto, het grote succes van jou. Toch? Ja. Het wereldsucces. Ja, dat wist ik nog niet natuurlijk. Nee. Toen ik aan het eten was. Maar je hebt al heel veel succes gehad. En dan is het toch nog, komt het onverwachts, dat je dan toch de neiging krijgt... Of vind je dat je er dan recht op hebt, op snoeperijen, als je succes hebt? Nee, maar dat was juist ervoor. Oh. Voordat het succes kwam. Spanning. Gewoon om, ja, de stress van het componeren, het hard werken. En jezelf willen belonen na afloop. En dan een glas wijn inschenken enzovoort. Ja. En als je dat elke dag doet, dan gaat het op een gegeven moment, wordt het te erg. Ja. Dus vandaar.
En je kan er makkelijk vanaf blijven, van de drank. Ja, dat gaat goed. Dat gaat goed. Ja, als je thuis komt, dan ga je niet inhalen. Wat zeg je? Als je thuis komt straks vanavond, dan ga je niet inhalen met innemen. Nee. Nee. Nee, ik wil graag die 12 kilo die eraf is gewoon zo houden. 12 ja. kilo? Ik ga niet smokkelen. Nee. Nou, Damiek vraagt verbaasd 12 kilo. Het probleem is, er wordt hier gesproken, ja. waardoor ja. ik jou bijna niet versta. Want nee, dat horen we. Dat merken we. Mijn iPhone is zo slecht. Ja, nee, maar we hebben goede verbinding gehad. Ik ga er ook meteen dichterbij komen en harder schreeuwen, terwijl dan de mensen thuis weer denken... Sheila, please, can you stop? I can't hear them. Ja, heel goed. Moet je tegen haar zeggen vlak voordat ze op moet treden. Streng toespreken. Vlak voordat ze op moet treden moet je dat zeggen. Please, stop. Maar Willem, een hele fijne tijd. En lekker ja, eten. Je. Jij ook. Hey. En dan komen we... Damie heeft nog één vraag. Je wilt nog samen met Caroline... Nee, niet hier inschreeuwen. Je moet hier inschreeuwen. Je wilde nog samen met Caroline een stukje spelen op de piano. Maar dat komt later wel. We hebben wel gestudeerd net, hoor. Oh ja, nou doe het dan. Maar dan moeten we naar beneden, want daar staat de vleugel. Ja, oh ja, rustiger, gaan we proberen. Ook rustiger dan misschien. Gaan we dan proberen. Moet Menno filmen, hè? Ja. Nou, Caroline, je moet... Jezus. Nou, oké. Leuk. Caroline. Heeft het huis gelijk. Wat mooi. God, we zouden ook wel willen wonen. Loopt eruit ook. De piepen ook. En hier staat de vleugel. Oh, mooi. Zie je de vleugel? Ja, mooi. Mooie vleugel. Een echte Bechstein. Ja, je moet daar gaan staan, maar je moet er kijken... Of je ons kan zien ook. Ja, ik zie jullie. Ja, mooi. Je moet hier kijken. Om de hoek. Zo. Ja, dat is spannend. Om de hoek kijken. Zie, dat heb je bij een normale televisie niet. Ja, dat kan toch niet? Jawel, kan wel. Ik kan het helemaal niet zien met mijn kleine ogen. Met je kleine ogen? Nee, maar wij zien het wel. Toch? Ja, wij zien het wel. Je moet hem ietsje naar beneden doen dan. Ietsje naar beneden? Ja, zo, ja. Prima. Ja, dit is een stukje uit mijn opera, uit Ritratto. Oh ja. En dit is de aria van D'Annunzio. Oh, nou, ben benieuwd. Ja, daar gaat hij, hè? Ja. Mooi en goed camerawerk ook, heel levendig. Oh. Ja. Nou, hartstikke bedankt. En ja, tot gauw. Fijne jullie ook. Avond, fijne kerst. En jullie ook fijne dagen. Ja. En tot later. Okay. Dag. 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 Nou, dat gaan we op cd zetten. Fragmenten uit Ritratto. Nou, mooi. Ik dacht dat ze ging zingen. Dat zei je toch? Dat ze nee, die vrouw die de arm, dat is een zangeres, Sheila Barnes. Oh, een bekende zangeres. En die had de arm gebroken, maar ik denk dat ze niet de stemming was om te zingen. Misschien kan je ook nog googelen, Sheila Barnes. Sheila Barnes. Sheila Barnes. Trouwens. Kunnen we misschien kijken, hebben we daar ook een clip van? Dat werkt wel goed. Ze hadden wel al wat gedronken, had ik idee. Nee, maar Willem niet zei die, hè? Nee.
Het is wel breaking news. Er is weer een nieuwe, ja, het is niet zo leuk nieuws eigenlijk, maar weer een nieuwe variant vastgesteld in Groot-Brittannië van het virus. Ja, ja. Oh. Het heeft verder geen gevolgen. Dus nee. Het is ook een beetje paniek saaierij, vind ik. Zeg het maar die ook nog meer dan 70%. Nog besmettelijk. Waarschijnlijk uit Zuid-Afrika weer. Oh. Maar dat heeft net de minister van Gezondheid 150% besmettelijker. Ja. Nee, ja. Nou ja, je moet gewoon afstand houden. En je moet gewoon niet op kerstbezoek gaan. Maar en mondkapjes dragen. Thuis blijven allemaal. Thuis blijven gewoon. En een paar weken. En dan zakt het toch. Ja, maar kan er niet vinden. De... Vertrouwen hebben. Ja. Oh, die Barnes kan je niet vinden. Maar we gaan ook trouwens Barnes nog naar Saskia Budding. Barnes, ja. Ja, ik heb het denk ik Bella, wel, maar... Saskia Budding. En die werkt bij de voedselbank als vrijwilliger. Hij heeft ook een filmpje gemaakt, of een aantal filmpjes wat we straks laten zien. Maar het lijkt mij fijn om eerst met haar te bellen. Saskia had vroeger een hele goede boutique in de Utrechtse straat. Ja. En daarna had ze nog een hele goedlopende souvenirwinkel in de buurt van het Hekelveld. En... ze doet nu onder andere dit soort werkzaamheden. Ja. Als vrije tijdsbesteding. Nou, dat is ook wat. Dat is toch ook wat. En dan heb ik hier, kijk, want dat leer ik nou toch wel allemaal. Saskia, en dan doen we dit zo. En dan gaat die over en dan moet ik deze zo doen. Zo. En dan de muis weg. En dan gaat die... Hij gaat wel over. Dan moet zij oppakken. Dat wel, natuurlijk. Ja. Oh ja, je bent al in de uitzending. Ik zal hem even zo doen. Zo. Ja? Oh, ik moet hem zo doen. Groene even kijken hoor. Groene zo. Balletje. Nee, zo. Eén vinger. Ja, nou zit hij goed. Muis. En dan doe ik appeltje R. Zo. En nou zitten we goed. Nee, de muis nog. En de muis nog weg. Ja, zo. Was. Zie je? Ja, maar jij zit al goed in de uitzending hoor. En je bent goed ja, in... Ja, ik zie jou namelijk niet. Oh. Deze even. Ja, dat is het cameraatje. Oh, is het cameraatje. Oh, dat heb ik. En dan weer opnieuw. Oh. En dan doet hij het. Oh. Oh. Camera uit nu. Oh. En nou. Nu doet hij het. En nou wel. Zie je me nou wel? Ja, ja. Ja. Hi Paul. Ja, hallo. Dag Saskia. Ja, het heeft Mark. Hi. Mark regelt hier alles. Ja, en heerlijk. Ja. Dami zei net al, je had een hele goed lopende boutique in de Utrechtse straat, hè? Ja. Van wat voor boutique was dat? Nou, ik maakte allemaal handgebreide truien naar eigen ontwerp. En natuurlijk heel veel bekende klanten. En in de Utrechtstraat, in de oude Chaminwinkel was dat. Een prachtige oude winkel op de hoek. En ik had een atelier en... het waren allemaal... Ik ging vaak naar Italië om in te kopen. Veel sieraden. Oh. Het was een hele kleurrijke winkel in ieder geval. En ga je niet weer opnieuw aan beginnen als de coronatijd voorbij is? Nee. Oh, dat niet meer. Je hebt er genoeg van. Nee, hoor. Nee, ik hoef helemaal niks meer, want ik ben gepensioneerd. Ja. En ik heb daarna nog een winkel van Nederlandse souvenirs gehad. Dus niet de gewone dingen, met heel veel Nederlandse klanten. En nu werk ik dus voor de voedselbank. Ja, is ook heel mooi. Maar je breidt ook geen truien meer. Want ik kan trouwens niet breien. Hè. Daar had ik mensen voor. Dat vond iedereen altijd heel raar. Ik kon niet breien, maar ik ontwierp ze dus wel. Oh, ja, want dominee Gremdaard heeft langzamerhand een nieuwe trui nodig. Oh, nou, daar kunnen we nog eens over praten. Oh, dat zal ik eens met Geurtie over hebben. En je zou ook het is ook mogelijk om een trui te maken die anderen ook zouden kunnen komen. Als we een goede Gremdaard-trui hebben, dat anderen ook die Gremdaard-trui kunnen kopen. Ja, dat we het commercieel maken, bedoel je? Nou, heel commercieel. Nee, maar dan moet ik aan Gremdaard zelf vragen of dat... dan moet je eerst toestemming hebben. Maar natuurlijk. Eerst moet een hele speciale Gremdaard-trui. Maar jij werkt bij de voedselbank als vrijwilliger ook. Ja. En sinds wanneer doe je dat? Ik doe dat ongeveer een jaar. Oh ja. En daarvoor heb ik voor de Ocean Cleanup van Borjan Slat gewerkt. Maar dat ben ik op een gegeven moment weggegaan, want dat was zo'n...
Ten eerste waren er allemaal mannen, alleen maar mannen. Vrouwen hadden daar geen enkele kans. En het was een ontzettende elleboog aangelegenheid om... Maar ook seksistische mannen. Ja, zo kan je het wel noemen. Ja, ja? Ja, dat was het zeker. Ja, wat is je dan overkomen? Nou, er is me verder niks overkomen, maar iedereen, dat zijn dan ook vrijwilligers, die krijgen er wel eens wat voor, hoor. Maar die, ja, die willen allemaal hun naam laten zien met die Ocean Cleanup van Borjan Slat. Ja, en, oh ja. En dat zijn ook allemaal vrijwilligers. Dat zijn dan bankdirecteuren en weet ik veel wat, zulke soort mensen. Nou, het was een hele bijzondere om dat mee te maken. Maar dan ben ik weggegaan en dan bij de... voedselbank, ja, dat vind ik echt... ik me heel erg goed. Ja, en even kort samengevat bij die Ocean Cleanup. Dat is dat grote net eigenlijk van die Nederlander die dat ontworpen heeft. En daar hoor je eigenlijk niet zoveel meer van. Eigenlijk, nee, het gaat ook niet zo heel goed, geloof ik. Maar die maken weer oceaan schoon. Van dat plastic wilde ik dan een leuk ontwerp laten maken. Ja. En dat dan verkopen, dan komt er ook weer geld binnen. En dat plastic had dan ook een bestemming. En dan was het zo dat mensen die zo'n ding bijvoorbeeld in de vensterbank hadden staan, weet je wel, tegen elkaar konden zeggen: oh, ben je ook bij de Ocean Cleanup? Oh, ja. Dat was eigenlijk een beetje het idee. Ja, dat is wel een goed idee. Maar dat kwam helemaal verkeerd bij de bankdirecteuren terecht. Dus, dus je bent blij dat je daar weg bent. En ik ben er echt weggegaan. En, ik denk, daar ga ik mijn tijd niet in stoppen. En wat is het fijne bij de voedselbank? Het zijn natuurlijk ook allemaal vrijwilligers. En er zijn ongeveer een miljoen mensen in Nederland die weinig geld hebben. Want de meeste Nederlanders denken van... die mensen hebben wat minder geld. Dus kunnen minder kleren kopen of wat dan ook. Maar die leven natuurlijk van een minimum. En trouwens ook alle mensen die op toneel stonden. Al die mensen hebben geen geld meer. Nee. En die hebben dat voedsel echt nodig. En, maar je hebt ook... mensen van het toneel die langskomen om eten te halen. Nou, je ziet zo langzamerhand wel steeds meer dat ik bekenden ook tegenkom. En denk, oh ja, natuurlijk, die leven van 1.000 euro. Nou, dan kunnen ze niet rondkomen. Nee. Die zijn wel heel blij dat dit bestaat. Maar wie dan bijvoorbeeld? Nee. Nou, die namen mag ik natuurlijk niet noemen, Paul. Nee, ik moet ook niet uitlokken wat dat er gaat. Maar het zijn mensen die we ook wel van de televisie kennen, zeg maar. Soms, maar je ziet steeds meer, er zijn ook wel mensen die ik ken die niet zo bekend zijn. Nee. Of helemaal niet bekend, maar waarvan je weet dat ze een artistiek beroep hebben. En ja, die hebben dat ook nodig. Ja, Paul de Leeuw, Linda de Mol. Paul de Leeuw? Nee, die heb ik nog niet gezien. En Linda de Mol. Nee, Linda de Mol ook niet. Nee. Linda de Mol heb ik ook nog niet gezien. Nee. Tenzij vermomd, dat kan ook natuurlijk. Ja, dat ze het wel eens mee wil maken. Maar... we hebben ook een filmpje. Je hebt zelf gefilmd ook. Dat je je huis verlaat. Daar gaan we even naar kijken. En dat kan jij dan jammer genoeg weer niet zien. Want zo ligt de techniek. Want je hebt wel, je kunt de uitzending wel zien. Maar die komt een halve minuut later binnen. Dus het werkt verwarrend. Dus dan zie jij dat niet. Maar dan komen we na een minuut weer bij je terug. Hartstikke goed. Ja, maar je kan hem zo houden ook, je telefoon. Dan gaan we even kijken. Ja. Dus nu hoor je haar niet, maar ze hoort ons. Ja, maar je hoort niet. Hier, dames en heren. Vuil binnen. Over de corona mensen hier. Wat we hier doen is... En koken wij faciliteren. Ja. We faciliteren voor de voedselbank. Daarnaast faciliteren we ook voor een maaltijd op de vrijdag. Daarnaast hebben we ook nog een kerstpakketactie. Daarnaast... En wij hebben ook kerstactie. En dat is de directeur achter de bar. Ja, dat is een assistent-directeur. Ze gaat dat privé laten komen. Dus. Vraag stellen. Wie ben jij ook alweer? Ik ben Rita. En heb jij corona gehad? Ja. Echt waar? Erg? Nee, totaal niet. Normaal niet? Nee. En wie is dat naast je? Dat is mijn moeder. Oh. Aaf.
Ja. Sorry. En die heeft ook corona gehad? Ik heb ook corona gehad. Oké. Ja. En wel erg? Nou, ik was wel heel moe en ik was ook benauwd. Wat de eerste dagen? Ja, eerste dagen. En ja, ik ben nu nog steeds moe eigenlijk. Maar het is wel voorbij. En je gaat straks werken voor het buurthuis, hè? Ja, we gaan 300 kerstpakketten uitdelen. Oké. Okay. Heb ik wel zin in. Dankjewel, jongens. Oké. Okay. Ja, en nou zijn we weer terug bij jou. We zagen Averbrand Kostjes ook met haar dochter. Ja, en Rivka. Ja. Rivka. En die, nou valt die even weg. Ja, wat moet ik nou doen? Weigeren. Een pauze staat er ineens op. Nou, ja, er wordt iemand belt mij. Wacht even hoor, weiger. Ja. Oh ja, heel goed. Ja, daar zijn Kostjes. We weer. Ja. Ja. Maar, en Aaf... Want die had er ook over geschreven, ook. Hè? Oh ja, dat heb ik niet gelezen. Oh, of niet, ja. Corona, vorige week. Ja, over. Dat het ook veel harder aankwam dan ze gedacht had, eigenlijk. Ja, ze was hartstikke moe, hè? Ja. En zij ging kerstpakketten ook uitdelen. Hoor ik zij werkt dus voor het buurthuis. En wij, de voedselbank, mag af en toe gebruik maken, 1 keer in de week, op vrijdag altijd. Om vanuit om daar dus het voedsel uit te delen. En dat is van 10 tot 12. Dat is nu morgen in plaats van vrijdag. Oh ja. En dat, we worden eigenlijk door hun gehost, hè, kun je zeggen. Wij staan dan buiten, maar we krijgen wel koffie en thee. En soms ook wat broodjes. En zij helpt bij die mevrouw die kookt. En die helpt ze dan. En die kan heel goed koken, moet ik zeggen. Heerlijke soep en lekkere broodjes en zo. Dus die kwam ik er ook tegen. Dat was, al die vrijwilligers. Dat is eigenlijk een beetje waar het om gaat. Ja. Dat die mensen dat allemaal doen. En dat je dan in de gaten hebt hoe dat werkt. En dat er eten gebracht wordt naar mensen die niet meer het huis uitkomen en zo. Dat is toch wel heel mooi om te zien. En dat is ook een lichtpuntje. Ja, zeker. En waar is het? Dat is in Amsterdam. Oh, het is op het Makassarplein in Oost. Makassarplein. Oh, ja. Want je hebt natuurlijk overal, in ook Rotterdam, Den Haag, heb je ook waarschijnlijk voedselbanken. Ja, eigenlijk. In het centrum ook hoor. In Amsterdam heb je er geloof ik 3. Oh ja. Dus er zitten over het hele land. En mensen hebben dat echt hard nodig. En hoe komen ze aan het geld, die voedselbanken? Nou, er worden allerlei acties gedaan. En daar hoor je dus ook steeds van. Dat is echt ook wel nodig, hoor. Want ze moeten het kopen, hè. Vroeger kregen ze het geld, niet het geld, maar ze kregen spullen van de supermarkten. Ja, wat die over tijd waren eigenlijk. Precies. Hè, spullen. En dat, volgens mij is dat niet meer zo. Want dat kopen ze nou zelf. Dus de voedselbank koopt in en die heeft dat geld heel dringend nodig. Ja. Dus goed om dat even zo op televisie te zeggen. Ja, want waar kunnen mensen doneren dan eigenlijk bij de voedselbank? Wat is hun website? Ze hebben een website, dat kan natuurlijk sowieso. En ze hebben ook allerlei acties waar mensen gewoon aan mee kunnen doen. Supermarkten hebben het ook gedaan, hè? Dan kan je een paar euro doneren. En, ik zag het verschijnen, www.voedselbanken.nl. Oh, het is www.voedselbank.nl. Ja, precies. Ja. Oh, ja. Banken. Ja, ik zit niet in het bestuur of zo. Ik ben een gewone hele simpele vrijwilliger. Dus ik mag eigenlijk niet voor... dat weet ik ook niet echt, maar... Ja, natuurlijk. Je mag reclame maken voor de voedselbank. Wel, ja. En je mag zeggen, mensen moeten storten en moeten steunen. Want jij bent vrijwilliger. Absoluut. En hebben ze nog meer vrijwilligers nodig eigenlijk? Nou, er zijn heel veel vrijwilligers, want je komt daar van alles tegen. Stewardessen, heel veel jongeren, moet ik echt zeggen. Wat ontzettend leuk is om te zien, die dat allemaal doen. Maar Roel bijvoorbeeld, ik weet niet of hij op het filmpje was, die stemacteur. Mensen die gewoon werken, die doen dat er ook bij. Ja. Van alles wat. Want zo'n stewardessen, die hebben geen werk meer voor een deel natuurlijk. Ja. Ja, die vliegen geloof ik wel weer af en toe. Maar heel veel mensen hebben gewoon geen werk meer. Dus
Dit gaat via NL Cares en dat is die organisatie die mensen dus aan het werk helpt. Oh ja. Nou, die mag ook in het zonnetje gezet worden trouwens. Maar er zijn wel, het is voor mij dus soms heel moeilijk om ertussen te komen, want er zijn gewoon een heleboel vrijwilligers. Oh, je moet je echt ertussen. Maar het is wel mooi om te merken dat het zo is. Ja, ja, dat het gewoon een succes is. Nou, ja. Saskia, hartstikke goed. En wat mooi dat je dat doet. En over de truien komen we later nog wel weer een keer ja, terug. We hebben het er nog en mogen we nog even, want je woont heel mooi, mogen we nog even naar buiten kijken ook? Ja, ik weet niet of je het kan zien, want... Ja, het is donker al, maar... Het is nu natuurlijk... Zie je nou de lichtjes? Want ja, het heel... ja, je ziet de lichtjes. En kun je op het balkon gaan staan of is het te koud? Nee, dat kan wel. Ja, dan heb je inderdaad die spiegeling niet. Nee. Oh, het is spannend. Zie je dat een beetje? Ik zag de twee torens van de posttoren van de kerk op de Haarlemmerstraat. Ja, precies. Ja. En nou zie je de koepelkerk. Ja, mooi. Zie ik. Ja. Ja, mooi. En zie je ook de Amsterdamtoren? Ja, je ziet alles. Je ziet eigenlijk de hele binnenstad. Maar je laat kijkt de Amsterdam-toren zo. Ja, nee, maar dan gaan we daar later een keer komen we op terug als het overdag is. Dan heb je ook meer zicht daarop. Ja, de Amsterdamtoren die zit dus aan de andere kant. Oh ja. We hebben wel een fantastische cameravrouw nu. Ja, je kan hem ook omdraaien, hè? Dat die. Ja, oh ja, hoe deed je dat ook weer, Paul? Dat hebben we. Ja, zie je het? Dat had Mark uitgelegd. Ik zie hem wel. Maar nu dit is aan deze kant, dus zie je, ik weet niet of je het dan nu gaat ziet. Een boot of een tram? Een trein. Oh ja, een trein. Ja, dit zijn de treinen en je ziet het ei. Ja. Dat zie je ook. Ja. En je ziet dan ook de Amsterdamtoren zien. Nou. Nou, het zijn we helemaal rond. Ja, nou, dan komen we nog een keer overdags bij je terug. Oké, lijkt me hartstikke leuk. Nou, goeie... En bedankt dat je me er in de uitzending wilde hebben. Nee, jij bedankt. En een hele goede tijd. En sterkte met je mooie werk. En fijne feestdagen ook. Ga je nog iets speciaals doen? Nou, in kleine groepjes, hè. Ja. Wel ongeveer iedere dag, ja. Een beetje sober houden. Ja, heel simpel. Maar dat gaat... Ja. Nou, jullie ook een hele goede feestdagen. Tot later. Dag. 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 Nou, ook mooi. Helemaal compleet. En 17:30 en dan zijn we door alles heen. En ze woont dan in een flat in de buurt van de droogbak. Dus dat als je vanuit de stad naar het Centraal Station toe kijkt, naar links, en heb je de droogbak, een groot vroeg 20e eeuws gebouw. En daarachter ligt deze flat waar zij woont. Ik denk dat we alles gehad hebben. En zijn er veel reacties? Moeten we veel nog reacties, iets samenvatten? Ook omdat het goed is dat ze vrijwilligerswerk doet. En dat mensen ook vroegen hoe ze bijt. Dus ik zou mensen www.voedselbanken.nl. En dan wijzen die hier wel verder. En ik denk, ik kan de oortjes weer uitdoen. Ook actief gebruik van maken. Door, als je honger hebt, dan ga je naar het Makassarplein. Ik weet niet wat de locatie in het centrum is en welke locaties in Rotterdam zijn. Maar over zijn over het hele land, in Groningen, maar je moet wel bewijzen dat je honger hebt. Ja. Je krijgt wel een test. Moet honger hebben. Ja. En vanavond is trouwens dominee Gremdaert weer bij Petje Af. Dat kun je ook zo, petje.af/Gremdaert, kun je ook lid worden. En elke avond doet dominee Gremdaert een avond over, denk ik. En de mensen die daarnaar luisteren, die slapen. Er is een enquête geweest, die slapen beter dan de mensen die daar niet naar kijken. En ze steunen ons. Dat ook. En ze steunen ons, ja. Zou nu nog een Ivo bellen? Nee, want die had problemen met de loodgieter. Oh, ja. Dus dat komt dan weer volgende week dinsdag. Zijn we terug. En morgen dus Marge Dombrink Warmte en dominee Gremdaert wijzen weg. Rechtstreekse theatervoorstelling, gestreamde voorstelling. Hier uit het allermooiste theater van Amsterdam. Het Betty. En voor de slagzin houdt nog even de spanning in toom. Van over dan als de dagen gaan leggen. Die maken we nu. We tillen het over de kerstdagen heen. En we maken die. Dat is als een soort cliffhanger. Kunnen mensen nog mailen? Dinsdag. Nee, ik kan niet meer mailen, dat zou niet eerlijk zijn. Nee, want we hebben de prijs al bekend gemaakt. Ja. Alleen dus weten dinsdag we niet wie.
29 december bekend. Ja, dinsdag 29 december, bijna het einde van het jaar. En wij blijven bij jullie, ook als het wat moeilijker wordt, ook de komende dagen dus en ook in januari weer. Een fijne avond en misschien tot morgen bij de gestreamde voorstelling Margaret Domenic Warmte, Domenic Remmert en Weg. En anders tot dinsdag en op eerste kerstdag de preek van Domenic Remmert om 14:00 en live. Want Willem-Alexander wordt opgenomen, dat is niet live. En Domenic Remmert die gaat dus eerste kerstdag live om 14:00. Gewoon op YouTube, Betty Asphalt TV. Ja. En hou hem hoog en het komt goed. Tot wanneer dan ook. Doei. Nou, dat doet hij. Oh, wacht, klik ernaast. Ha, nog een keer. Dag. Dag. Fijne aflevering.